Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag zijn we in Frankrijk. Ik heb natuurlijk mijn metaaldetector meegenomen en ik kan natuurlijk niet naar Frankrijk gaan zonder metaaldetector. En we gaan gewoon zoeken, we gaan kijken wat we kunnen vinden. Dit is dus waar ik ga zoeken, dit is het uitzicht. En ik ben heel erg benieuwd, dus laten we gaan. En we hebben ons eerste muntje. Er zit een gat in en ik heb dit soort munten wel vaker gevonden. Volgens mij is het een Frans muntje, maar dat is niet zo gek, want we zijn in Frankrijk. Er staat op 5 centimes volgens mij. €2,70. En het is weer een muntje, 20 centimeter. €75, €2,70, we gaan het weer proberen. En hier is die. Ja, het is toch een vingerhoedje. Volgens mij is het wel een oude. Toch weer een leuke vondst. 93. Super veel stenen. En we hebben het hier. En wat is het? Ik heb echt geen idee. Ja, troep. Het zit erin. Ik zie iets rond. En dit is een zegelleugje. Kijken of er nog iets op staat. Op 1904. Nee, dat is toch 100 jaar oud. Okay. 89. Frequentie 11. Ik ben benieuwd. Er zitten ook allemaal van die stenen. Het is echt lastig graven hier. Diggen. Diggen diep. Oh nee, het is geen. Ja, het is wel ijzer. Maar het is. Het is een lepeltje. IJzer, maar heeft hem wel gevonden. Ja. Een ring. Zo. Ring voor Big Mama. En de eerste vondst weer. Hij zat ook bovenaan. En ik dacht eerst dat het zo'n nagel was van. Ja, in ieder geval. Het is volgens mij wel iets anders. Want ik zie een heersbeestje erop staan. En volgens mij is het wel oud. Volgens mij is het een manchetknoop of een speld inderdaad. Dat zou beide kunnen.
Nee. Wat is het? Ja, het is dus een Frank, die is gemaakt van aluminium. Hij is ook erg licht en dat is wel een slechte conditie, maar het is toch een muntje. Ja. 86, redelijk diep. Tin. 92, redelijk diep. Zit die in mijn hand? Nee, weer een ding. Een bomscherf. En we hebben een kogelpuntje. En we hebben een gespje. Dit is wel een oud gespje. En volgens mij is het een spinlootje. En dat betekent dat er al sinds, hoe oud zijn die dingen? 1400 al bewoning is. Dus dat is wel interessant om te weten. En we hadden hier een goed signaal op een ander veldje. En het lijkt een beetje op een knopje van iets. Het ziet er wel oud uit. 72, 64. En we hebben het. Wat is het? Geen idee. Ook een goed signaal. En wat hebben we? We hebben een zegelleutje. Een heel klein zegelleutje. Er staat ook niet heel veel op. We hebben de eerste vondst. En het is een lamp. Of het is een spiegel van een auto of van een tractor. Mooiste vondst ooit. En we hebben hier weer een super vette vondst. We hebben een zakhorloge verguld. Het draadje is wel gebroken. En dat is de reden waarschijnlijk dat hij verloren is. De wijzertjes zitten er nog in. Dus we gaan hem schoonmaken en we gaan kijken of we hem gewoon, of we meer te zien krijgen. Dit is de achterkant. De voorkant. We hebben een munt, dus ik zie hier een wapen staan en aan de achterkant zie ik nu niks, maar die gaan we schoonmaken met de potloden en wie weet kunnen we er nog wat van maken, want er staat wel relief op, dus dat gaan jullie zien. Ja. En we hebben een muntje. Het is een 1 frank uit 1964. Ik dacht eerst dat het zilver was, maar aan het geluid van de signaaltoren komt hier een beetje als ijzer binnen. Dus ik denk dat het een nikkelenmunt is. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Dit was dan het einde van de vakantie, helaas. En dan moeten we weer terug naar Nederland. Hopelijk vond je deze video leuk. Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later.